Welkom bij de 8e Geest uit de Fles Generatiepolitiek. Bij de Geest uit de Fles vragen jullie na te denken over de volgende vraag. Hoe kunnen wij, de huidige generaties, de toekomst vormgeven voor de ongeboren generaties van morgen? Ik wil alle deelnemers, waaronder Daniel van Duin van de Jongerenpartij, Ernst Boutkal van Volt en Iris Vrolijks en Meerte Biemans van PvdA, hartelijk verwelkomen. Bij deze Geest uit de Fles Generatiepolitiek zijn Hanneke Schuurman en Dianne Den Haan van 50PLUS, Amber Cornelissen en Jan Tegelaar van Partij Jong onze sprekers. Hanneke Schuurman is het jongste partijlid van 50PLUS. 50PLUS wil al langere tijd een jongere afdeling, omdat zij merken dat in campagnetijd dat de naam 50PLUS jonge stemmers afschrikt. Terwijl ze bijvoorbeeld via stemwijze wel bij de partij de ideeën van de partij uitkwamen. Door corona is dit proces vertraagd. En dat is jammer, zegt Hanneke, want ouderen en jongeren kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Ook in de politiek is die combinatie best wel belangrijk. Dianne is lijsttrekker van Partij 50PLUS. Veel ouderen staan nu langs de lijn, zei zij. Daar moet wat aan gebeuren, zeker omdat we moeten doorwerken tot 67 jaar. Dianne vindt het negatieve imago van ouderen en de ouderenzorg een groot probleem. Door het slechte imago lijkt het dat de ouderenzorg van slechte kwaliteit is. Dit is helemaal niet zo. Niet slecht, vindt zij. Nederland staat zelfs op de tweede plaats van de top 3 van Europa. En bij deze wil ik graag het woord geven aan Hanneke en Dianne. Lukt het? Ja. Ja, super. Mijn naam is Hanneke Schuurman. Ik ben 23 jaar oud. Ik studeer in het dagelijks leven. Waarom 50PLUS? Ik denk dat dat een hele grote vraag is voordat ik ga beginnen met de rest. Nou ja, bij mij is opgevallen in het verkiezingsprogramma dat niet alleen voor ouderen zijn, maar ook voor jongeren. En misschien een mooi bruggetje om te maken. Voor de toekomst, voor de jongere generaties, is het natuurlijk van belang dat het openbaar vervoer gewoon goed blijft. Ik denk dat bijvoorbeeld aan de Neder-Saxe-lijn die wordt gerealiseerd binnenkort. Even kijken, het onderwijs moet natuurlijk gewoon betaalbaar blijven voor studenten. En dat kwam dus ook terug uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS. En vandaar, dat is superleuk dat ik het mee mag doen met het evenement. Want ook moeten meer kansen komen op de arbeidsmarkt voor jongeren. Want ja, je kunt tenslotte pas ervaring opdoen als je ook de kans krijgt om te laten zien wat je kan. En nou, ik denk dat ik het stokje wil doorgeven aan onze lijsttrekker. Ja, mijn naam is Liane Den Haan, ik ben 53 en ik ben lijsttrekker voor 50PLUS. En 50PLUS, de naam zegt het al, is er voor de huidige generatie ouderen. Maar 50PLUS is er ook voor de toekomstige generatie ouderen. We worden geboren en vanaf die dag word je allemaal ouder. En in het ouder worden heb je te maken met allerlei zaken waar je tegenaan gaat lopen. Bijvoorbeeld wonen. Start voor starters is het lastig om een woning te vinden. Maar voor ouderen is het ook heel lastig om een woning te vinden. Je loopt aan tegen zaken die in het onderwijs niet goed geregeld zijn, de zorg. En hoe ouder je wordt, hoe meer je gebruik gaat maken van bepaalde faciliteiten. Denk bijvoorbeeld even aan het pensioen of ook aan zorg. Er is eigenlijk geen tegenstelling tussen oud en jong. We moeten het eigenlijk samen doen. Als ik bijvoorbeeld even kijk hoe het ook verandert, hè, het ouder worden. En dat Nederland nog lang niet klaar is om goed ouder te worden te faciliteren. 15 jaar geleden was er een themacommissie in de Tweede Kamer. En die hebben een rapport opgeleverd. Dat rapport heet Lang zullen we leven. En daar staan 22 aanbevelingen in hoe je in Nederland prettig en goed ouder zou kunnen worden. Maar zaken die echt geregeld moeten worden, ook gezien de demografische ontwikkelingen. Want we vergrijzen in een rap tempo. Die 22 zaken zijn nu nog steeds niet geregeld. Daar is bijna niets aan gedaan in de politiek. En al die zaken die we moeten regelen, een goed pensioen, betaalbare en houdbare zorg, goede huisvesting, je veilig kunnen voelen in leefbare en groene wijken. Dat zijn zaken die we niet alleen maar regelen voor de huidige 50-plussers, maar ook voor de toekomstige generatie 50-plussers. Als ik even kijk naar mijn oma. Toen mijn oma 55 was, was mijn oma echt oud. Die had een bloemetjesjurk aan en
best een beetje zo'n prinses Beatrix kapsel. En die had het toen al met mijn opa over hoe zij wilde gaan wonen in het bejaardenhuis. Nou, ik ben bijna 55 jaar oud. We zien er tegenwoordig ook al anders uit als senioren. Maar we hebben ook andere wensen. We leven ten eerste langer. We willen graag langer door blijven werken. Of in ieder geval een keuze maken dat dat kan. En dat betekent dus dat we samen met de jongeren ervoor moeten zorgen dat er een heleboel in Nederland veranderd gaat worden. Daar ben ik ook heel trots op Hanneke. Die heeft aangegeven een jongerenafdeling te willen beginnen bij 50PLUS. Omdat wat zij zegt dat klopt. Hè. Ook mijn kinderen heb ik kieskompas en de stemwijzer in laten vullen. En 2 van de 3 kwamen ook uit op 50PLUS. Dus kennelijk is ons programma wel interessant voor jongeren, maar schrikt de naam een beetje af. En we hopen dat we dat hier zeg maar, op een andere manier kunnen neerzetten. Namelijk, 50PLUS is er voor de huidige generatie, maar ook voor de toekomstige generatie.